Oké, ik wil in dit filmpje iets vertellen over verdedigen van objectives. Ik heb namelijk wel eens een paar keer generalen meegemaakt die zeg maar zeggen van oké, je ziet wel dat deze is eigenlijk captured door rood. En dit zijn ook gebouwen toevallig. En dat is ook even belangrijk voor dit verhaal. Dan zeggen ze van jongens, jullie moeten dan ook allemaal in dat gebouw zitten en dat verdedigen. Want dat is het beste. Het ding met dat idee is, laten we zeggen dat dit team wel buiten langs loopt, die kan heel moeilijk de situatie zien van dat gebouw. Zitten daar alleen maar rooien in? Of niet, want hieromheen zie je niks. In een heel extreem geval, sommigen zijn echt die leren heel goed naar luisteren. En heb je dus daar ook, terwijl daar allemaal mensen omheen zitten die erin willen gaan. Dus dat is één punt wat je daarmee hebt. Zoals er nou zeg maar allemaal rooien een beetje omheen zitten, dan kan je toch een beetje zien van hé, wat doen die? Oh, die schieten daar naartoe, die kijken die richting in, dus het zal wel gevaarlijk zijn, dit en dat. Maar wat dat ten tweede ook doet natuurlijk, is het geeft jou een bufferzone. Want mijn stelling voor verdedigen is, je kan veel beter eigenlijk een soort van aanvallend verdedigen dan echt helemaal terugtrekken tot het ding wat je wil beschermen. Want nu heb je een bufferzone. Als deze nou die willen aanvallen, moeten ze eerst nog door een laag spelers heen gaan voor ze echt bij dat gebouw kunnen komen. Als ze anders eenmaal bij dat gebouw komen en ze kunnen erin. Dan als ik nou eraan kom lopen, dan weet ik niet of dit gebouw nou helemaal rood is. Of dat er nou echt een gevecht aan de hand is. Of dat ze gewoon meer naar buiten aan het schieten is. Want je ziet natuurlijk hier allemaal bruine aankomen. En als het dan allemaal. Daar wordt dan wel naar geschoten natuurlijk dat er hier nog meer bij komen. Maar zitten er ook al een paar in? Is deze ondertussen al niet recaptured? En staan we nou met een hoop rooien in een gebouw te bewaken voor dat team? Want dat wil ook nog wel eens gebeuren. Als iemand echt heel strategisch erin weet te komen. Dus als je dan echt niemand eromheen hebt staan. En niemand weet zich eigenlijk er langs te glippen op een of andere manier. En daar die knop om te zetten, staat er ook mooi jouw basis te verdedigen. En dan kan je erover. En je houdt ze nog steeds een beetje bezig dat ze denken dat ze daar wat aan het doen zijn. Maar dan ga je ondertussen. Of hun weten niet eens dat die knop om moet zetten, dus dat is meestal het geval. Dus dan zitten ze er bezig om die rooien eruit te werken. Plus je kan het zien als extra verzekering natuurlijk. Als die er helemaal uit zijn, dan kan je zeggen we kunnen het verdedigen. Plus wat extra man eromheen. Maar dat is iets wat een opmerking die ik daarop wil geven is. Van het is overzichtelijker sowieso als er wat buiten staat dan een gebouw. Een gebouw is heel moeilijk om te lezen zonder strikte radiocommunicatie met elkaar. Wat nou in een gebouw zit, of dat allemaal groeien zijn. En zo heb je een lijn aan mensen die als je als speler komt, kan je vragen van hey, hoe zit het daar dan en dingen. En dan kan je dan later hier nog een keer vragen van hoe zit het dan in dat gebouw? Ja, nee, daar zit helemaal gewoon geen rooi in. Iedereen is eruit gegaan en dingen. En dan kan je een plan maken. Terwijl als het echt allemaal in gebouw zit, is het bijvoorbeeld heel eng om dit gebouw in te lopen. Om dan te kijken, om te vragen van oh, iedereen is rood. Oké. Want het is heel intens om een gebouw in te gaan. Daarom is het vaak ook gewoon handig dat je mensen hier hebt. Plus, ze kunnen niet zo makkelijk een inval doen. Dus, plus je ziet het ook gewoon gebeuren. Dat is ook een ding. Als je zeg maar gewoon hier nou zit als bruin. En je hebt echt niemand buiten staan. Je kan je wel eens je zien aankomen. Er is altijd iemand die op een gegeven moment toch er langs glipt. Van die rooien. En dan heb je niemand die het van buiten een beetje tegenhoudt. Dan is het gewoon, opeens staan ze tegen die muur aan van dat huis. Dan is het heel moeilijk om die nog weg te schieten. Want ze staan gewoon tegen de muur van het huis aan. En ja, wat ga je daar nou tegen doen dan? Terwijl je al beschoten wordt. En je kan helemaal ontsingeld worden. Echt ontsingeld als er echt bij daaromheen versterking is. Daarom vind ik altijd die verdediging games, dat je alleen in een huis mag blijven zitten.
en niet eruit, vind ik altijd een beetje raar. Maar dan... Nou wordt het gewoon heel moeilijk, want je wordt helemaal ontsingeld. Als je een roman eromheen had, dan kan je het nog een beetje zien gebeuren. Oh, we verliezen daar en daar de frontline, zeg maar. We worden zo teruggedouwd en dan wordt het nog een beetje zo gevecht. Dus dan kan je zeggen, oké, daar douwen ze wel terug. Even die even negeren. Dus we moeten hier meer man terug bijdouwen om ze hier weer weg te jagen. Daar kan je dan ook allemaal als spelers hier buiten zien en mee sturen, zeg maar. Om ze te zorgen van, hé, hey, wegwezen, dit is onze lijn. En ze tegenhouden. Terwijl er zijn soms echt mensen bij van, ja, pak het maar vol. Op het moment spelers, hoppakee. Dan hebben we een flink huis. En dan is het hier heel erg dun. Heel erg dun. En dan kunnen die dus gewoon van alles gaan proberen. Tot punt dat ze print zelfs zo kunnen gaan staan, zeg maar. Het is af en toe heel gek hoe dat werkt. Dus ik hoop als ik het zo uitleg dat je wel snapt van dat het veel beter is om ruimte eromheen te hebben. En af en toe gewoon letterlijk, ook al heb je al 2 punten, om dan gewoon te zeggen van hé, we gaan lekker nog verder douwen. En ook al is dat misschien net iets te veel van het groeien om dat echt te willen pakken. Omdat dat net iets te veel grond kost en zo. Maar dan je zegt, hoppakee, we douwen gewoon meer, want we hebben... Dan kunnen we zelfs nog wat grond verliezen zonder we nog in de stress hoeven te schieten. Want ze kunnen er toch nog niet bij komen, zeg maar. Weet je, dat is die wat idee.